Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 49 hier in Bahrein. Ronde nummer 1 van seizoen 4 gaat dus beginnen. Heb jij de seizoensafsluiter gemist in Abu Dhabi? Dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht op het i'tje, kleed erop. En zou die aflevering verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Ik hoop dat jullie een hele fijne kerst hebben gehad. Altijd leuk aan het einde van het jaar. Wat ook leuk is, is dat we nog steeds de snelste team zijn op de grid. Hebben voldoende geld om wat faciliteiten te kunnen kopen. Heel veel races gewonnen dit jaar, volgens mij... Als ik het goed zeg, eentje niet. Of twee, weet ik niet zeker. Twee helaas niet gewonnen. Goed, geen probleem. Nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat betekent dat we het contract met Verstappen gaan openbreken. We hebben $20 miljoen veiliggesteld. En het bereik is benaderd. We gaan gewoon weer hetzelfde salaris bieden als voorheen. $14,05 miljoen wordt zijn basissalaris. Kijken of hij dat ook ondertekent. En jazeker, Verstappen voor de eerste 8 races weer bij ons aan boord. Mooi. Kijken of we ook dit seizoen weer gaan domineren. Net als seizoen 3. Pakte daar een 1-2'tje in de eindstand. Wij wonnen de openingsrace in Australië. Hakkinen toen nog teammaat werd 5e. Dat betekent einde seizoen. En op naar het huidige seizoen dus. Eerste teamacclaim. Daar zijn wij wat in gestegen. Dus dat is goed om te zien. Door naar de uitbetalingen. $70,93 miljoen erbij. In totaal $67,53 miljoen op de bank. Dan hier een seizoensoverzicht. Wij dus 14 races gewonnen, 11 pole positions, 403 WK-punten en eerst in het coureursklassement. Met de rijders- en de constructeurstitel. Max moest het helaas doen met 2 pole positions. Dat betekent ook dat wij denk ik afscheid gaan nemen van een aantal rijders. Eerst de kalender. Even kijken wat we gaan doen. En welke races er dus op de kalender gaan komen. En kijken ja, of er misschien een nieuwe baan bij komt. Of dat we misschien afscheid moeten gaan nemen van bijvoorbeeld Frankrijk. Noem maar wat. Je weet het maar nooit. Nou, de nieuwe kalender dus gekozen. Beginnen in Bahrein, door naar Australië, dan Imola, Spanje, Canada, Oostenrijk, Engeland, België, Nederland, Italië, Singapore, Japan, Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Ik denk dat dat wel de kalender is. En zo niet, dan kunnen we gewoon nog dingen gaan aanpassen nu nog, mocht dat nodig zijn. Dat China bijvoorbeeld op de kalender komt. En dat hebben we dus ook gedaan. China toegevoegd op de kalender. Door naar het aanpassen van de race overallen, de handschoenen, de helm en ook de auto. En de basis van de auto wordt afgeleid vanwege de helm. We gaan dus denk ik voor een andere kleurenstelling dan voorheen. We hebben dus ook extra helmen, zie ik van bijvoorbeeld Max Verstappen. Of Carlos Sainz, of Nico Hülkenberg, maar goed, dat doen wij dus even niet. We creëren gewoon onze eigen helm van vooraf aan beginnen. We moeten gewoon even kijken welke de basis is voor de auto. En ik denk dat dit de helm wordt. Dat betekent ook de kleurenverandering. Wat we dus gaan doen. Ga gewoon even kijken wat het beste is.
Dit is in ieder geval een hele goede basis en een hele mooie helm, dus daar kiezen we dan ook voor. Betekent ook gelijk de racepakken en de handschoenen zijn dus aangepast. Nog even de Victory Radio Call aanpassen en dan gaan we door naar de details van het team. Nieuwe hoofdsponsor denk ik gewoon erbij toevoegen. Van onze huidige sponsor nemen we dus afscheid. Hebben dus wat meer geld nodig vanwege Verstappen die zijn contract heeft verlengd. En gaan dus gewoon even kijken welke de beste optie is. Dat wordt DSB Optics. Gaan afscheid nemen van de motorleverancier Mercedes. En ik denk dat ik voor Renault ga. Trouwbaarheid zit goed. Performance loopt hier wat achter. Maar dat scheelt ons wel weer ongeveer $600.000. En Verstappen dus als teammaat. Mooi, top. Dan door naar de auto. Die hebben we dus gebaseerd op de helm. We moeten gewoon even de juiste kiezen. Welke die er geschikt voor is. En dan kiezen we gewoon die en daarvan kunnen we al de kleuren gaan bepalen. Wit, rood en groen zat erin. De helm. Dus dat wordt dan dus ook op de auto gezet. Ongeveer dit. Kunnen we nog even kijken wat de verffinish ervan is. De paint finish. Of we die mat hebben, gloss. Of satin. Geen idee wat het allemaal inhoudt. Het is gewoon denk ik hoe de auto wordt afgewerkt. Met een laagje verf erop. Ja of nee. Als alles mat is wordt die dus mooi zo. Vind ik ook trouwens niet verkeerd. En dit wordt dus de auto. Voor seizoen 4. We kunnen er even kijken naar een persoonlijke sticker voor op de halo. Maar ik vind het wel mooi zo. Dan even door naar de team branding. Oftewel ja, het logo aanpassen. En de team kleuren aanpassen. Nu is het ook pak helemaal wit. Mooi. Was eerst nog een beetje grijs. Goed. Door naar... ja, het afronden dan van ja, het maken van een team. Zo komt dus het team eruit te zien met de auto, met het logo, met de racepakken, helmen, handschoenen en de teamkleuren. Allemaal compleet. Goed gedaan. Dat betekent dus nu op naar de kalender even op zien te vullen met allerlei activiteiten. Kunnen we nog even kijken wat we kunnen doen aan de... faciliteiten en wat we nog kunnen gaan upgraden zijn veruit de snelste op de baan. We hebben heel veel updates meegenomen van vorig seizoen. De rest is allemaal gezakt. Dus verwacht maar een tweestrijd tussen mijzelf en Verstappen dit seizoen. We kunnen nog even kijken wie de sport heeft verlaten. Onder andere Esteban Ocon verlaat de sport. Is weg. Even kijken wie er dan... nog meer heeft verlaten. Tsunoda was al bij McLaren volgens mij. Magnussen nog steeds bij Haas. De Vries nog steeds in het spel. De Schoor nog steeds bij Aston Martin. Drukovic naar Mercedes. Volgens mij wisten ze dat volgens mij al. Weet ik niet zeker. En Dennis Hauger dus naar Aston Martin, maar dat was vorig seizoen ook al. Theo Poortje naar Alpine. En dat is het wel. Er zijn niet zoveel veranderingen op de rijdersmarkt. Twee zijn eruit, twee zijn erin. En ja, dat is het dan wel een beetje. We kunnen er even kijken welke updates we nog kunnen gaan toepassen. Voor deze race of misschien de volgende wedstrijd. Hebben nog wat geld voor de faciliteiten om die aan te schaffen. Dus dat is goed om te zien.
Volgens mij is nu ons geld op. Jazeker. Betekent nu even de tijd doorspoelen naar de race dan. Helaas is die update gefaald. Dat is jammer. Betekent opnieuw op de auto worden gezet. En die wordt helaas niet meegenomen in deze race. Some new developments to come through, but some of them have failed quality control. We'll need to tell the team what to redeploy. Dat is jammer. Dus gaan die opnieuw bestellen. En hopen dat hij dit keer wel op de auto wordt gezet voor volgende race. En dan vind ik het wel mooi. En is het op naar de allereerste kwalificatie van het nieuwe seizoen. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Ik verwacht veel van Verstappen. Kan hij ons bedreigen of wordt het weer een dominante reeks van overwinningen voor ons? We gaan het zien. Daar gaan we dan. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En kijken of we kunnen doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. Ik verwacht van wel. De vraag is ook waar Verstappen zometeen zal gaan eindigen. Aanremmen, eerste poort verloopt hartstikke goed, jazeker. Nou, wel een klein beetje te wijd. Maar het is geen probleem, kunnen het gewoon goed maken op de exit. Weer DRS dus geopend. En komen aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q1. We stappen voorlopig naar de snelste tijd met een 1.30.0 volgens mij. Wij laten paars in sector 2 noteren. En nog ongeveer 14 minuten op de klok. Dat is Hauger voorlopig naar de snelste tijd. Die Aston Martin heeft goede zaken gedaan tijdens de winterstop. En wij pakken die snelste tijd af, jazeker, met een 1.29.1. Uitslag van Q1, wij dus voorlopig naar de snelste tijd. Nee, Verstappen is 17e sneller. Verstappen 17e sneller dan de rest. Dat is een groot gat. Maar goed, er zijn nog twee kwalificatiedelen te gaan. Eens kijken wat Q2 dus gaat opleveren voor ons. Hopelijk kunnen we in de buurt blijven van Max Verstappen. Dan waren we dan bij Q2. En na Q1 te hebben gezien dat onze auto snel is, maar dat Verstappen vele malen sneller is, heb ik toch wel mijn zorgen voor deze kwalificatiedeel. En Q3 trouwens. Maar goed, moeten gewoon bij de top 10 zitten en dan zijn we door naar het laatste kwalificatiedeel. Kijken wat we dus kunnen gaan doen in Q2. Een aantal paars in sector 2 noteren. Dat is heel goed om te zien. We stappen weer naar de snelste tijd met een 1.29.480. 1.29.4. De laatste bocht komt wat beter. En dat heeft ons denk ik wat tijd gekost. Komen zometeen aan bij start-finish. En dan laten wij een 1.28.4 noteren. Betekent dat wij dit keer naar de snelste tijd zijn. Daarachter Verstappen op. Wat is het? 2/10. Dus het is steeds om en om. Kijken wat Q3 dan brengt. We gaan het maar doen met één run. Ik wil een setje zachte banden uitsparen voor in de race. Betekent dat wij met nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok onze laatste run ingaan voor deze beslissende kwalificatie voor de openingsrace van seizoen 4. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Vlag hangt uit. Komen aan bij de laatste paar meters van het circuit. Verstappen volgens mij op pole position. Kunnen wij dat zo meteen afpakken van de landgenoot? Hele goede laatste bocht. Uitstekend genomen. En dan met de DRS dus ingeschakeld. Komen we aan bij start-finish. En dan laten wij de pole position noteren. Prima ronde. Wij pakken dus de eerste pole van het nieuwe seizoen. En Max daar maar 41.000ste erachter. En kijk eens het gat naar de concurrentie. 17e. Dus wij zijn los van de rest. Maar wat een kwalificatie. Goede kwalificatie. En is het op naar de allereerste race van het nieuwe seizoen. Daar gaan we dan. No more.
more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of Turn 10. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Considering the rest of the grid, we have Drugovich, Oscar Piastri, Russell, Tsunoda, Perez, Sainz, Norris, Leclerc, Richard Vasseur, Albon, Gasly, Sargeant, Stroll, Teo Pourchaire, Liam Lawson, Magnussen, Bottas, De Vries, Joe, and Dennis Hauger. And now, it's time to head down to the track. I'm joined by Anthony Davidson at the start of a new season, and it is a clean slate. Absolutely anything is possible right now. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Right, first race of the season and you're on pole. But that's only half the story. Let's bring home a win today. Nou, moeten dus een overwinning naar huis zien te nemen. Strategie is hard medium. Ik ga dat aanpassen naar medium soft. Kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze strategie. In deze race kijken wat er gaat gebeuren. Wat kan Verstappen vanaf die tweede plek? Wat kunnen wij vanaf pole position? Ik denk dat de rest allemaal op de harde band start. En wij gaan pas heel laat naar binnen voor de zachte band. Neem een extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. En dan gaan we dus gewoon beginnen voor de formatieronde. Voor de allereerste race van het nieuwe seizoen. Okay, so let's go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though. So don't go too high with the revs. Nou, heel veel informatie van de engineer. Maar dat weten we onderhand wel. Dan gaan we zo meteen ons opmaken voor de start van de Grote Prijs van Bahrein. Aflevering nummer 49 gaat dan dus ook alweer beginnen. Met ons zetten we pole position. Volgens mij als enigste op die mediumband. Verstappen, Drugovic, Piastri, Russell, allemaal op de harde band. En wij komen keurig in onze positie terecht. En dan is het nu wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we beginnen voor de allereerste race van het nieuwe seizoen. Aflevering nummer 49 gaat dus beginnen met ons zetten we pole position max op P2. Verschillende banden onder onze auto's geschroefd. De lampen gaan aan voor de Grote Prijs van Bahrein. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Max is heel slecht weg. En zakt dan gelijk terug tot P5, tot P6, zelfs achter Sergio Perez. En wij behouden dus de leiding, maar ziet hier een beetje door. Dat ziet Felipe Drugovic aan de buitenkant, maar kan er niet voorbij. Piastri knokt samen met de Braziliaan voor P2. Wij dus aan de leiding en proberen weg te rijden van dat groepje achter ons. En met de mediumband, dus zouden in het voordeel kunnen zijn bij de start. Zitten we in ronde nummer 3 van de race, als wij de snelste race ronde hebben genoteerd. Gat naar Drugovic is 1,9 seconden. Gele vlag daar in de eerste bocht. Daar is iets gebeurd volgens mij. Weet ik niet zeker. Nee, het rijdt allemaal weer. Gelukkig. Mooi. Ik dacht even dat er iets was. Oh, laat maar. Ik sprak te vroeg. Ik sprak veel te vroeg. Een rode vlag. Een rode vlag in de derde ronde van de race. Wat is daar gebeurd? Ik dacht dat het in bocht 1 raakt, maar nee. Ik heb me vergist. Aan boord bij Alexander Albon. Voor ons Verschoor en... Geen idee wie dat is. Maar goed, dat geeft niks. Ja, Albon gespind. En daar een hele groep jongens rijden. Dus ik zat het daar vast. Lawson is naar Haas gegaan volgens mij. En
doordat het allemaal vaststaat, is er een rode vlag ontstaan. Dat betekent dat wij helaas niet meer naar de medium band kunnen gaan. Dat is minder. We moeten verplicht op die harde band starten. Want dit mag niet. Ja, soft, hard, soft. Dat kan, maar ik denk niet dat we dat mogen. Dit mag volgens mij ook niet. Want we zijn gestart op mediums en gaan weer naar mediums. Blijkbaar zegt de game, nee, mag niet. Terwijl in Frankrijk Mika Hakkinen dat wel deed. En moest dus nog naar binnen. Daar mocht het blijkbaar wel. Bij ons mag het dus blijkbaar niet. Helaas, dat betekent op de harde band starten. Die langzamere harde band. En ik vrees dat wij het moeilijk gaan krijgen in deze race. Maar goed, het is wat het is. Op naar de herstart en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Poging nummer 2 van de openingsrace gaat dus beginnen. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg. Jazeker, dit keer is het Philippe Drugovic die heel slecht weg is. En wij behouden de leiding in de vijfde ronde van de race. De herstart overleeft. Piastri probeert het daar nog wel aan die buitenkant. Wordt daar helemaal wijd geduwd door ons. En zo behouden wij dus de leiding. Russell naar 3. Verstappen naar P4. Perez naar 5. En krijg al gelijk de tip, gebruik je overtakenknop, want de batterijenergie is hoog. Ronde nummer 7. Max is helemaal naar ons toegereden en gaat hier aanvallen. Rijdt op die mediumband, op die vele snellere band. En is er voorbij en rijdt aan de leiding in de 8e ronde van de race. Wat kunnen wij doen? Kunnen wij terugkomen bij de landgenoot? En hebben hier DRS en overtake. Kijken naar de binnenkant. Max knijpt ons af. Verdedigt die binnenkant. We kijken naar de buitenkant dan. Maar lukt dat? De langere weg hier nemen. Jazeker. Nog altijd de leiding in ronde nummer 8 van de race. Nog 12 rondes te gaan in de wedstrijd. Piastri op P3. Russell 4 en Perez 5. Drugovic is dus weggezakt. Daar gaan we een klein beetje wijd. Dat ziet Verstappen en pakt de leiding weer terug. En heeft ook DRS. Wij kunnen misschien terug aanvallen bij hem. Nee, want hij rijdt gelijk van ons weg. Doorverwezen naar de tweede plek. Kunnen wij zometeen iets op dat rechte stuk? Dat is de vraag. Hier vooral bijblijven bij de land- en teamgenoot van ons. Gaan er een beetje wijd. Heeft ons wat exit snelheid gekost. Gat is nu al ruim 16e. Proberen hier met de DRS zo meteen weer terug aan te vallen bij Max. En dan de 9e ronde van de race. DRS dus geopend, geactiveerd. Overtake niet aangezet. Gaan in besparingsstand. Wat kan Verstappen? En kunnen we hier nog niet voorbij. En daar een klein moment. 2-3 momenten. Dat betekent de aansluiting met Max verloren. Nu verdedigen van Piastri. Dat is minder. Ronde nummer 15. En die aansluiting is helemaal weg. Kijk maar. Gat naar Verstappen is inmiddels 8,7 seconden. Ik ben bang dat we die meer gaan goed maken. Jammer. Maar Max gaat hier denk ik de openingsrace winnen van het nieuwe seizoen. We gaan daar nog eens flink te wijd ook nog. Wat kan Piastri hier aan de binnenkant? Daar kijkt hij wel. En is er langs. Zit ernaast. En is er dit keer nu echt voorbij. Doorverwezen naar de derde plek. Kunnen we nog terug aanvallen? Nee. We moeten het zometeen hebben van dit rechte stuk. En de overtake en de DRS. Beide geactiveerd. En proberen hier terug aan te vallen bij Piastri. Jazeker. Pakken P2 terug. We schieten hier een beetje door. Dat ziet Piastri. En kijkt weer aan de buitenkant. Lukt hier helaas niet. Zo behouden wij P2 in ronde nummer 16 van de race. Nog 4 rondes te gaan en Verstappen heeft al een voorsprong van ruim 9 seconden gepakt op ons. En dat betekent dat Max hier de wedstrijd gaat winnen. Pakt de allereerste race overwinning van het nieuwe seizoen. Ook voor ons is het even wennen, P2. Voor de allereerste keer worden we tweede in een race.
Max wint zijn allereerste race voor ons. Bij het team. Wel goed, pakken de volledige score in totaal als team. Dus topwerk. Jammer dat we niet naar P1 zijn gegaan. Maar Max was vele malen sneller. En is op naar de volgende wedstrijd. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. I'm thoroughly exhausted after the excitement of the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van de eerste race van het nieuwe seizoen. Max Verstappen als winnaar. En pakte snel het race onder punt. Wij dus naar P2. Jaschi naar P3. En Verstappen krijgt drive of the day. Zeer terecht. Heeft hij gewoon verdiend. Geen idee wie er is uitgevallen. Theo Poortje. Uitgevallen in de race. En een achterstand naar Verstappen is 8 punten. Dus hopen dat de volgende race voor ons beter verloopt. En wij in totaal met het team zijn 27 punten los van de nummer 2 in het constructeurskampioenschap. Maar krijgen een harde tik te verwerken door Verstappen. Door op een dominante wijze zijn wij gepasseerd voor de leiding. En daarna is Verstappen niet meer in beeld gekomen. Dus ik hoop dat we de volgende race wat meer tegengas kunnen gaan geven. Anders ben ik bang dat Verstappen dit keer gaat domineren in plaats van onszelf. Hadden daar trouwens geen doel van het sponsorgeld behaald. Eentje minder. In totaal $14,75 miljoen op de bank. Gaan sparen voor faciliteiten en het contract met Verstappen te gaan verlengen. Maar goed, dat duurt allemaal nog een eeuwigheid. Ik ga deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen afronden. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan en vertel me ook om jij het niet leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gaming kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Remote. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Klik daar gewoon op en dan kom je op mijn pagina's van Instagram, Twitter en Facebook terecht. En abonneer vooral als je dat nog niet hebt gedaan. En zet dan gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele reden van mij mist. Dit was het dan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.